welkom. Een speciale dag vandaag. We hebben iets te vieren. Maar voordat ik daarover verder ga, wil ik eerst even deze vondst met jullie doornemen. Hij is weer terug in mijn eigen bezit. Ik heb hem een half jaar moeten missen. Want hij is geconserveerd door een erkend bedrijf. Is speciaal behandeld, dat hij niet verder roest. Ja, dat was een proces van een half jaar, dus we moesten eventjes geduld hebben. Maar hier is hij dan weer. En de datering is ook gelijk vastgesteld door het bedrijf. Het is een Romeinse speerpunt, lanspunt. En hij werd gebruikt als wapen voor de cavalerie. Dus de militaire eenheid te paard. Ja, hoe gaaf is deze vondst? Hij is dus minimaal 1500 jaar oud tot maximaal 2000 jaar. Ja, zeer trots ben ik erop. Dit is wel een van mijn topvondsten. Oké, komen we bij het volgende. Ja, ja, dus we hebben wat te vieren, want we zijn over de 500 abonnees heen. Woehoe! Yes! En nu zit ik te denken, we hebben nu de 500 abonnees, we zijn er overheen. Bij de volgende 500 abonnees wil ik twee prijzen weg gaan geven. Eentje voor magneetvissen en eentje voor metaaldetectie. Bij magneetvissen dan ga ik een magneet weggeven. Een goede om mee te beginnen. Maar ook eentje die ideaal is om aan je prikstok te monteren. Dat je lekker mee gaat prikken. En voor metaaldetectie een grasmes. Ja, een grasmes is echt een onmisbare tool. Als je toch net even dat ene stukje extra eruit moet steken om bij je vondst te komen. Je kan netjes te werk gaan. Je vondst wordt minder snel beschadigd. Je bespaart tijd. Het gaat alleen maar sneller. Dus ja, ideaal. En je kan deze prijs natuurlijk winnen voor jezelf, maar je kan hem ook aan iemand anders meegeven. Als jij zegt, maar joh, ik heb een goede vriend, die wil ik ook een keer mee op pad nemen met magneetvissen. Ja, dan is dat ook ideaal. Of zoon of dochter, dat je die graag een keer mee wil laten gaan. Dus maak iedereen enthousiast. Laat ze abonneren. Vrienden, collega, familie, kennissen, noem het maar. En dan zijn we snel aan die 1000 abonnees en maken jullie kans op die te gave prijzen. Ik word niet gesponsord, dus ik zal ook geen reclame maken voor bedrijven. Ik financier deze prijzen zelf. Ik ga jullie natuurlijk wel goede spullen geven. Geen rommel. En ja, ik weet uit eigen ervaring dat dit kwaliteit is. Dus, en wellicht vind je ook zo'n gave vondst als wat ik heb gedaan. Ook wil ik eventjes iedereen bedanken die tot nu toe heeft bijgedragen aan mijn plezier in allebei de hobby's. Ik zal even een lijstje maken, die zet ik hieronder in de beschrijving. Ja, helemaal top. Dan wil ik jullie voor nu bedanken en tot snel. Kijk, zo is hij dus geworden. En ik kon er nog voor kiezen om hem ook helemaal aan te laten helen, maar zelf vind ik dat niet. Zo is hij gewoon. En dit is hoe hij er is uitgekomen. Ik ben er blij mee. Kijk, het hout zit er ook nog in. Ja, erg leuk.